Je hebt gekozen voor onze Norton Security oplossing om je apparaten, je e-mails en je kinderen te beschermen tegen de gevaren van het web? Dat is een uitstekende keuze. We gaan je helpen deze te installeren, maar let er vooraleerst op dat er geen vorige versie van Norton of van een ander antivirusprogramma geïnstalleerd is. Anders dien je eerst je huidige antivirusapplicatie nog te gaan verwijderen. Om deze de-installatie te vervolledigen, zal je PC waarschijnlijk dienen herop te starten. Enkel hierna kun je verder met de installatie van Norton. We raden je aan de installatie te doen via MyProximus om te vermijden de activatiecode van je Norton-product te moeten ingeven. Heb je nog geen MyProximus-account? Dan kun je deze via de link op je scherm direct aanmaken. Laten we van start gaan met de installatie. Surf naar www.proximus.be/installatie-norton en meld je aan met je MyProximus-account. Je wordt nu doorgestuurd naar de Norton-pagina binnen MyProximus. Check of Norton actief is door je abonnement en activatiecode te controleren. Klik op de link Norton Security downloaden en vervolgens op Agree and Download. Afhankelijk van je browser kan je het bestand ofwel direct onderaan je scherm of in de Downloads folder terugvinden. Open het installatiebestand en klik vervolgens in het scherm dat verschijnt op de knop Installeren. Eens de installatieprocedure vervolledigd is, zal het Norton controlescherm je enkele aanbevelingen doen. We raden je aan deze te volgen om je computer zo efficiënt mogelijk te beschermen tegen virussen en andere internetaanvallen. Als Norton Family, het ouderlijk toezichtonderdeel van Norton Security 5, je interesseert, raad ik je aan de link op je scherm te volgen. Heb je nog andere vragen? Aarzel dan niet een kijkje te nemen naar onze andere video's of onze helppagina te raadplegen.